denk je dat ons dit kost, hè? Nee, je gaat verder. Ja. Alsjeblieft. Namens de Stichting Eindhoven in Beeld heet ik u van harte welkom hier op het mooiste plekje van Eindhoven, waar we vandaag weer bij elkaar zijn voor de opening van een nieuwe expositie. Ik wil een bijzonder welkom geven aan onze exposanten. Ze staan een beetje daar achteraf. We hebben alles in beeld. Toon Vogels van onze stichting, een van de 19 vrijwilligers. En Marco Jansen, die de zaak ook speciaal heeft bekeken door de lens. En natuurlijk ook een bijzonder welkom aan onze burgemeester, de heer Rob van Gijzel, die zelfs op zondag moet werken en ons gaat helpen bij de opening van deze expositie. De expositie, hij heet Eindhoven opnieuw in beeld. En het accent ligt bij deze expositie met name op nieuw. Want wij hebben beoogd om het nieuwe Eindhoven nou eens over het voetlicht te brengen. Met behulp van, ja, zeg maar, bijna designfoto's van Toon en Marco. Die op een hele speciale manier Eindhoven in beeld brengen. En zij laten ons zien hoe de plek waar de Woenselse Poort destijds was, waar de Woenselse Overweg was. En waar nu de blob staat en straks een babyblob wordt geboren in die omgeving, hoe die er nu uitziet en hoe mooi die is. Als je maar de kunst van het kijken verstaat. En die kunst, wij pretenderen niet dat wij die kunst verstaan, maar we willen toch wel een beetje door de lenzen van onze fotografen het allemaal laten zien. En wellicht dat u dan ook ontdekt van verrek, hedendaags Eindhoven is toch ook wel een hele mooie stad. Ook zonder dat oude stadhuisje aan de Rechterstraat. Dat is wat wij beogen met deze expositie. Wij hopen dat deze expositie minstens het aantal van onze vorige expositie, daar waren ruim 400 bezoekers, weer gaat overtreffen. Het is de 15e expositie die we hebben inmiddels in ons bestaan als stichting. En ja, met een decorum zoals we dat vandaag hebben en waar we ons zeer vereerd mee voelen met de opening van de burgemeester. Ja, dan kan het alleen maar beter gaan met onze stichting. Ik stop met mijn praatje en ik wil u uitnodigen om samen met ons het hoekje om te gaan. In letterlijke zin in dit geval. En te gaan kijken naar de voordeur. Dit is Paradijslaan 4. Maar wij zijn gevestigd aan Groteberg 9 en daar gaan we nu naartoe voor de officiële opening. Dank je wel. Ik
kan zo wat zeggen. Ja. Ik denk dus niet.